Als een kind naar mij komt vragen voor een knuffel, ik weet niet of ik dat over mijn hart zou krijgen om te zeggen van nee, nu niet, dat mag niet. Ja, hoe kunnen we die social distancing, hoe kunnen we dat bewaren, die een afstand? Nou, we hebben denk ik de afgelopen weken al bewezen dat dat ook allemaal wel lukt, mits enige inspanning en wat flexibiliteit. Dus ik ben er eigenlijk zeker van dat dat vanaf 18 mei ook wel goed gaat lopen. De kinderen kijken er allemaal heel hard naar uit dat de school gaat opengaan. Ja, ik vind het wel spannend om eigenlijk nog te weten te komen of dat ik dit jaar nog techniek ga geven of niet. Ik acht die kans wel heel klein. Die gsm die past daar exact in. Dus dat zou echt super zijn. Ja, en je beseft eigenlijk wel van ja, dat kan goed zijn dat ik die gewoon van midden maart tot september niet meer ga zien. En mijn tweedejaars, ja, die ga ik ook niet meer uit kunnen zwaaien als ik bijvoorbeeld geen techniek meer kan geven. Het is nu echt 8 uur 's avonds en we gaan met de leerlingen live voor de vragen dat ze kunnen stellen bij de taken of de opdrachten dat ze moeten doen. En ik zal even iedereen laten zwaaien. We hebben een beetje het gevoel gehad de eerste weken dat we thuis waren dat we onze leerlingen wat kwijt waren, dat we daar geen vat meer op hadden. We konden wel zien van op afstand of dat ze hun taken maakten of dat ze die indienden, maar eigenlijk wisten we niet echt hoe het met hen ging. Ja, ik heb in totaal 210 leerlingen. Dus ja, dat is wel een hele administratie, zeg maar. Ik geef wel elke week een taak dat ze moeten indienen. Dus dan kan ik wel zien welke leerlingen hebben die taak gemaakt en welke niet. In plaats van in de klas dan te zeggen van zeg, manneke, je hebt die taak niet gemaakt, wordt hier nu wel de vraag gesteld van maar waarom heb je die taak niet gemaakt? Ik heb net een mailtje gekregen van een mama. Een van de kinderen zit ook in deze crisis. Wat in moeilijkheden over hoe en wat en hoe moet ik het aanpakken. Dus voor eventjes te telefoneren. Dus ik ga nu eerst telefoneren. We hebben nu wekelijks dat we ook de ouders opbellen. Voor te zien of dat alles lukt. Maar sommige, ja, die vallen uit de lucht. Of die komen uit de lucht gevallen. Ja, dan is dat heel moeilijk om daarin te gaan bijsturen, te gaan helpen. Ja, die gezinssituaties, wij weten daar in de klas dikwijls een stukje van. Maar nu komt dat wel zo wat meer boven hoe dat er eigenlijk thuis aan toe gaat. En als je zo merkt van leerlingen dat die amper taken gedaan hebben en dat je daar dan sowieso in een live sessie toch even een chat mee hebt of toch eens even mee kunt babbelen. Dat ze zeggen, ja, maar ja, ik moest mijn mama helpen, ik moest mijn zussen helpen, ik moest... Ja, we hebben één laptop, maar we moeten die delen met heel het gezin, dus ik kan eigenlijk niet altijd werken. Dat je denkt, ja, wijk dan maar wat af van die planning. Ik vind dat het wel moeilijk is om momenteel te werken aan het welbevinden van de kinderen. Dat gaat eigenlijk ook alleen als ouders mij laten weten dat het niet goed gaat met hun kind. Mama heeft me gisteren een mailtje gestuurd om te laten weten dat ze Felix moeilijker en moeilijker aan het werk krijgt, ondanks de duidelijke structuur van de dag. Hij begrijpt de leerstof wel, maar hij is echt niet meer gemotiveerd blijkbaar om eraan te starten, vooral bij rekenen niet. Nu hou ik niet meer zo van splitsen. Ah, maar dat is iets anders dan dat het moeilijk is. Hè? Dan heb je er eigenlijk gewoon niet meer zoveel zin in. Vind je het een beetje saai? Mm-hmm. Ja. Ja, maar ik begrijp je daar wel in, hoor. Want het is ook veel hetzelfde geweest al, hè. En dat weet ik ook wel. Voilà, ik ben hier vandaag op school. Even komen kijken hoe het klaslokaal erbij staat. Eenzaam, zonder leerlingen, jammer genoeg. Ik denk dat wij gewoon gaan proberen verder te werken zoals we nu bezig zijn. En gaan proberen de leerlingen dicht bij ons te hebben. Dat wil ik zeggen, ze blijven te motiveren van op afstand. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat we ook tof kunnen afsluiten. En of dat dan met alle resultaten is die dat ze... jullie moesten die taken afmaken. Ik denk dat we dat even aan de kant gaan schuiven. Dat dat minder belangrijk is dan heel de periode dan nu geweest is.
Ik sta momenteel op de parking van onze school. Het is nu 11:30 en ik probeer elke dag langs de opvang te gaan op school. Omdat er deze week 3 kinderen van mijn klas in de opvang zitten. En we hebben met de ouders afgesproken dat als je kind naar de opvang moet, omdat je zelf in een zorgberoep zit bijvoorbeeld, dat de kinderen het werk dat zij normaal nu dus thuis maken, dat zij dat meebrengen naar de opvang. Ik weet dat ik iemand ben, ik merk dat ook als ik nu naar de opvang kom. Vanaf dat je de kinderen ziet, ben je precies niet meer echt bezig met heel het corona gegeven, maar eerder met terug lesgeven, mijn kinderen zien dat die kinderen blij zijn en dat staat voorop. Terwijl het nu eerder de maatregelen en de hygiëne zal zijn die voorop moeten staan. Ik denk dat alles eigenlijk goed geïnstalleerd is. Ik heb aan de hand van een rood papier eigenlijk proberen aantonen van dat daar niemand mag zitten. Misschien ga ik ook nog wel de stoelen wegnemen voor alle veiligheid. Het gaat een beetje terug naar vroeger zijn, terug een beetje in het echte leven kunnen lesgeven. Al zal het vooral de eerste keren dat we elkaar terugzien, vooral veel luisteren zijn naar de leerlingen, van hoe dat het gegaan is en nog niet onmiddellijk er met nieuwe leerstof gaan invliegen, maar zo'n beetje aftoetsen van oké, waar is het goed gelopen, waar is het minder goed gelopen, hoe voelen ze zich? Iedereen heeft er eigenlijk superveel goesting in om die kinderen terug te zien, om hen terug aan de slag te gaan. Iedereen is echt wel blij dat we een klein beetje terug kunnen naar de goede oude tijd.